Welkom in Amersfoort. Welkom in het Sportfondsenbad. Welkom bij Zwemvereniging Hoogland. De vierde ronde in de tweede klasse verenigingscompetitie. Vorige week waren we bij de trainingen van Zwemvereniging Hoogland. Dus blijf kijken. Dick, doen ze wel hun best? Ja, zeker. Ja, we doen vandaag een speciale schoolslagtraining met ze. Heb je nog een speciale schoolslag? Een speciale schoolslagtraining, ja. We hebben dat met de grotere zwemmers hebben we dat ook gedaan en nu gaan we dat met de jeugdzwemmers gaan we dat ook doen. En lukt het een beetje? Ja, ze pakken het goed op. Ze zijn talentjes. Nou, laten ze wat zien. Ja, alright. We gaan nog een keer twee keer één baan doen. Moet u het extra goed laten zien voor de camera. Right? Komt-ie. 2, 1. Alright, jullie hebben dat al goed door. Als je helemaal gaat stroomlijnen, dan kom je dus verder. Ja, dat is heel belangrijk. Je komt verder als je gaat stroomlijnen. Nu is de vraag. Wat heeft dat met schoolslag te maken? Bij schoolslag, onder waterfase, klopt. Maar gewoon bij de schoolslag. Nee, het was inderdaad ook een beetje een vraag. Maar ik denk dat je het ook wel zien. Bij schoolslag, iedere slag dat je doet, ga je naar voren. Ja? En als je hier nou die stroomlijn van maakt, heb je iedere keer weer een stukje winst te pakken. Ja, dus in plaats van dat je naar voren gaat en je houdt je hoofd naar voren en je pakt allemaal water waardoor je afremt, stop je hoofd tussen je armen en ga je dus, kom je uit het water en op, doe je hoofd tussen je armen. En daardoor ga je dus iedere keer mooi die stroomlijn in. En daardoor ga je harder armen. Komt-ie. 2, 1. Dat was een rustig trainingje op de maandagavond in Lindert. Ja, we hebben met de jeugd hebben we nu een schoolslagkliniek gedaan. We hebben dat 2 weken geleden hebben we dat met de senioren gedaan. En dat was echt super mooi om te zien dat zelfs bij de grotere zwemmers konden we gewoon al echt grote stappen maken door kleine techniekverbeteringen, zodat de timing van de schoolslag allemaal wat beter zit. Dat soort dingen, dat doen we nu ook met de jeugdzwemmers. En dat is gewoon mooi, dat is gaaf. En dat is met een jonge trainer. Hoe lang ben jij al trainer bij Zwemvereniging Hoogland? Ja, dat is pas mijn tweede seizoen. Tweede seizoen en al zoveel successen. Vorig jaar, in het eerste jaar. Kampioen in de klasse, gepromoveerd. En dit weekend de vierde ronde van de competitie in het Sportfondsenbad. Ja, ik heb er zin in. Ik had niet gedacht dat we zo hoog zouden staan. Ik mikte natuurlijk wel aan het begin van het seizoen op promotie, maar het blijft een beetje mikken. Ik had nooit gedacht dat we ook echt bovenaan zouden staan. Hebben jullie een kleine voorsprong? Ja, een kleine voorsprong van 20 seconden. Dat is echt dat is niks. Maar genoeg om straks hoog te scoren. Tuurlijk, ja. Ja, dan gaat het, ik hoop dat we die 20 seconden kunnen uitbreiden naar meer natuurlijk. Zodat we gewoon het kampioenschap veilig kunnen stellen. En dan nog promotie ook nog. Ja, echt heel mooi. Joke Kwakkel. Welke groep had je maandagavond in Lindert onder je hoede? En wat was dat voor een handtekeningactie? Afgelopen maandagavond in Lindert had ik eerst het uur de trimzwemmers van ZV Hoogland. En daarna het uur van de Masters en op vrijdagavond zwemmen de Masters ook weer in het zwembad Hoogland. Dus die groep denkt nu weer aan training geven. En ik zag allemaal handtekeningen. Wat was dat? Ja, klopt. We hadden een zwemster die thuis wat zorgen heeft. En dan vind ik het heel belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Even een kaartje om ook elkaar eventjes in slechtere tijden een hart onder de riem te steken. Nu gaan jullie weer lekker zwemmen. We gaan beginnen met een stukje schoolslagtechniek vandaag. Ja, het gaat echt weer gebeuren. Jullie gaan zwemmen 50 meter schoolslagbenen. Daarna 2 keer 50 meter schoolslagarmen. En dan mag je een vlinderkick met je benen geven. Okay.
We staan nu in Hoogland. In een idyllisch sfeertje. Het lijkt wel een disco-sfeertje. Wie heb je nou onder je hoede? Op dit moment hebben we de Masters die hier trainen van Zwem 2 Hoogland. En ja, het is gewoon een hele leuke groep. Leuk zwembad met inderdaad een nieuwe verlichting. Ze hebben alle mooie kleurtjes erbij. En gewoon ja, lekker om hier training te geven. Wat waren ze goed, hè? Op de Nederlandse kampioenschappen in Papendrecht. Ja, dat was echt weer een heel mooi toernooi. Leuke medailles gehaald. En het ja, belooft veel moois voor de maanden mei. De maanden mei, dan denk ik aan Eindhoven. Maar wat ging het glad verkeerd met de inschrijving naar Londen? De Europese kampioenschappen. Ja, dat was echt niet leuk. Dat is een week waarin wij heel veel stress hebben gehad. We hadden de vlucht al geboekt, hotels waren geboekt. We wilden gaan inschrijven en opeens binnen een dag was de inschrijving helemaal vol. Dat hebben we echt nog nooit meegemaakt. En hoe is het opgelost? Gelukkig zijn ze in Engeland een beetje geschrokken van de Europese commotie. En hebben ze besloten om de inschrijving weer open te zetten. Dus gelukkig hebben 6 van mijn masters zich kunnen inschrijven. En gaan ze gezellig naar Londen om deel te nemen aan de EK. Ik geloof dat er ook een dame bij is. Jazeker, Fabienne die gaat mee. En daar ben ik heel blij om, heel trots. Heel mooi dat ze het eerste seizoen bij ons, dat ze hier zwemt. Al meteen zich daarvoor heeft weten te plaatsen. Maar eerst zien we elkaar in Eindhoven in het Pieter van de Hogebandstadion bij de Open Nederlandse Kampioenschappen Lange Baan. Dat klopt en daar hebben we enorm veel zin in. Dan zijn we zo toe aan programma nummer 20. Meisjes 100 meter schoolslag, junioren 1 en later. Hierin hebben we 2 series. In serie 1 komen aan de start op baan 3 Sarah Gozens voor IZPC. Op baan 4 Laura Gijsbers van Wijk, Zwemvereniging Hoogland. En op baan 5 Lieke Kruijkamp, IZPC. Op uw plaatsen. En hoe ging die? Ging wel goed. Ja. Helemaal goed? Nou, niet helemaal. Keerpunt ging niet zo lekker, maar verder ging het wel goed. Hoe verloopt de wedstrijd? Ja, we hebben een prachtige ronde gedraaid. Iedereen zwom goede tijden. We hebben echt ons best gedaan met z'n allen. En wat je ziet is dat we allemaal tegen onze PR's aanzitten. Of soms zelfs ronden, dus dat is geweldig. Dit was de vierde ronde? Ja, het was de vierde ronde. Spannend, we staan bovenaan. Het is afwachten of we nu nog steeds bovenaan staan. Want ja, niet alle rondes worden tegelijk gezwommen. Dus dat weten we over een weekje of twee. En dan daarna nog één ronde en dan hopen we dat we het daarin afmaken. Kampioen of wat anders? We doen ons best om kampioen te worden, dat hoort bij de sport. Tegelijkertijd weet je dat als je bij de eerste drie zit, dat je ook doorgaat naar boven. Dus als we bij de eerste drie zitten, zijn we zwaar tevreden. Je bent een competitiezwemmer, maar ook bij de Masters. Ja. Hoe loopt het bij de Masters? Nou, bij de Masters is het heel gaaf dat we bijna aan de vooravond staan van de Europese kampioenschappen in Londen. En daar gaan we met 7 man sterk heen. En dat is voor zo'n kleine nieuwe vereniging als ZV Hoogland natuurlijk fantastisch. Dus ja, wij zijn hartstikke tevreden. En met de vorm zit het goed, want ik zwom vandaag 1/10 boven mijn PR. Terwijl ik niet echt getaperd ben, dus dat is super. Rugslag, dat is je specialiteit, hè? Ja, dat is mijn specialiteit en dat gaat hartstikke goed. Vandaag in een jong veld tweede geworden in mijn serie. Het zijn allemaal jongere zwemmers, ja dat is prachtig. Dus we kunnen zeggen, Erik gaat Europees. Erik gaat Europees. In mei, eind mei, 22 tot 25 mei, zijn we in Londen present in het Olympisch Bad. En dan gaan we prestaties neerzetten.